Goedemiddag. Voor de administratie. Mag ik uw volgnummer alsjeblieft? 3. Klopt de JCI-controle? Ja. Wat is het vragenlijstnummer? 1. Met hoeveel personen mag ik praten? Beste meneer patiënt, wilt u start zeggen om te beginnen? Start. Eerst leg ik uit hoe het werkt. Ik stel u een vraag. Bijvoorbeeld, hoe heeft u geslapen? Onder de vraag staan de antwoorden, zoals goed, matig of slecht. U kunt een antwoord kiezen. Ik herhaal uw antwoord en toon het op mijn scherm. Daarna stel ik een volgende vraag. U kunt ook antwoorden. Wat bedoel je? Dan leg ik de vraag uit. U kunt zeggen, overslaan. Als u de vraag wil overslaan, bijvoorbeeld omdat u geen antwoord weet. Door terug te zeggen kan u uw antwoord veranderen. Door stop te zeggen stopt u het interview. Ik hoop dat de uitleg duidelijk is. Het gaat meestal prima. Zal ik de uitleg herhalen? Nee hoor. We gaan verder met de vragenlijst. Op een schaal van 0 tot 10, hoe is in het algemeen uw gezondheid? 5. Uw gezondheid krijgt het cijfer 5. Ik kan me voorstellen dat dat vervelend voor u is. Verpleegkundig specialist Groen zal het straks met u bespreken. Heeft u pijn of ongemak? Matig. U heeft matige pijn of ongemak. Heeft u klachten over uw geheugen? Nee. U heeft geen geheugenklachten. Dit waren alle vragen. Dank u voor uw medewerking. Verpleegkundig specialist Groen komt zo hierheen. Nou, dan zie je hier dus de vragenlijst antwoorden met de speciale vragen. En dit is dan alles. En als je dan een rapport wil hebben, dan kan dat. Dus dan maakt hij een rapport. Kijk, en dan heb je hier dus het rapport en daar kan je dus mee verder praten. Maar deze gegevens kunnen ook in het elektronisch patiëntendossier worden opgeslagen of per e-mail worden verstuurd, intern natuurlijk. Ja, afhankelijk van wat men wil.